Goedemorgen Rea. Goedemorgen. Hoe is het met je? Goed hoor, prima. Ja? Ja. Ja, nou, ik kom net de bibliotheek in en een collega spreekt me aan en die zegt... Het ging natuurlijk over de muziekbibliotheek en al jouw ervaring, maar die zei eind van de maand is Rea, stopt ze bij de bibliotheek? Ja, dat klopt. Ja. Dat is nogal wat. Na hoeveel jaren ga je stoppen? Ik heb hier 43 jaar gewerkt. Dat is echt zo lang. Ja. Ben je misschien wel recordhouder hier? Of zijn er nog mensen die je weet... Er zijn mensen die hier nog langer werken. Ja, dat is toch buitengewoon. Die ook nog echt blijven. Maar ik vond zoiets van, ja, ik ben nou 64 en ik wil nog lekker kunnen genieten en het kan nu. En ik weet niet hoe ik ben als ik 67 ben. Nee, dat weet je ook niet. En nu denk ik, ja, ik vind het nou wel mooi om te stoppen. Het jaar komt eraan en de zomer en lekker genieten en van mijn kleinkinderen. Nou, heb je al kleinkinderen ook inmiddels? Ja. Maar ik weet, je hebt één dochter of? Ik heb twee dochters en 4 kleinkinderen. Zo, dat is echt goed op dreef. Ja, dat is leuk. Mijn dochter zei al, dan ga ik wel fulltime werken en dan kan moeders komen. Ja, maar die wonen wel in de buurt ook, die meiden? Ja, mijn jongste dochter in Vlissingen en mijn oudste dochter in Rotterdam. Dus Oké, dat is beide te doen hoor. Ja, nou zeker als je wat meer tijd hebt. Ja. En Maria, ik bedoel, heel veel mensen hebben hier verschillende functies of verschillende functies gehad, maar bij jou is het gewoon afdeling muziek je hele leven, ja, toch? Ja, maar wel binnen verschillende functies. Oké. Want ik ben begonnen als assistent bibliothecaris in de Kloveniersdoelen en toen moest ik boeken titel beschrijven en trefwoorden geven, dus boeken over muziek. Ooit was de muziekbibliotheek was gewoon een aparte organisatie. Ja, het heette de Zeeuwse Centrale Muziekbibliotheek als onderdeel van de Provinciale Bibliotheekcentrale. Ja. En het was een hele leuke tijd, een heel mooi gebouw, een leuk team en heel relaxed. Ja, want in die tijd was het ook de Kloveniersdoelen. Nu is het natuurlijk en cinema en een café, maar in die tijd was het gewoon het hele pand. Het hele pand was muziekbibliotheek. Ja, ik weet dat nog wel. Ik ben daar ook een paar keer geweest. Dat vond ik het ook wel heel bijzonder, hè? Want het was ook nooit dat het daar helemaal druk was. Nee, het was er nooit zo druk. Nee. Ja, we hadden toen nog die uitleen met van die kaartjes en het publiek zat bij ons aan tafel waar wij werkten, zaten die kaartjes in te vullen. Ja. En moesten wij nog echt die boeken stempelen. De klassieke, maar het was ook een klein team waarschijnlijk waar je toen in werkte. Ja, 4-5 mensen. Ja, en jullie zijn in 85, zijn jullie opgegaan ook in de ZB meteen? Ja. Toen zijn we hier gekomen, toen kwamen we eerst op de eerste verdieping. En daarna zijn we samengegaan met jeugd en jeugdmuziek-romans. Toen zijn we verhuisd naar de begane grond. En nu is het weer naar boven. Dus ja, want daar zitten we nu. Hè? De collectie bladmuziek. En volgens mij, als ik me goed herinner, is dat ook voor Nederlandse begrippen een hele goede collectie die we hier hebben. Ja, we zijn nu inmiddels de 2 grootste in Nederland. We hebben de meeste bladmuziek. En uit heel het land komen mensen hier ook. Ook als ze hier op vakantie zijn of ze vragen aan. Maar kan jij nou zo van die 43 jaar, wat is nou het eerste hoogtepunt wat bij je opkomt als je daar aan terugdenkt? Kijk dat dan in? Nou, dat is ook wel dat wij toch met cd's mochten beginnen in die tijd. Want toen mochten we de hele collectie aan gaan kopen en toen zat er nog leengeld op. En die uitleen die zat dan bij de muziekbalie en daar had je echt zo'n leuk contact met de klanten. Want ze kwamen allemaal bij heel de veel, hè, luisteren ja. En die uitleningen die vlogen de deur uit. Ja, dat weet ik ook nog wel, die periode. Want het moest kostendekkend draaien. Ik dacht €25.000 moesten we binnenhalen en we haalden meer dan een ton binnen. Ja, dat weet ik nog, dat echt een grote hit. Maar jullie hadden in het verleden niks te maken met... de plaatsenbibliotheek die tegenover jullie zat. Nee, en dat was weer iets heel anders. Was particulier. Ja. Er was een overeenkomst dat zolang die particuliere discotheek er was, mochten wij niet met cd's beginnen. Nee. Toen ging die André Sohier, die ging ermee stoppen. En toen is er een gebruikersonderzoek geweest of onder de klanten of er hier een cd-collectie kon komen. Nou ja, dat...
dat was zo'n succes. Ja, dus daar denk ik. Het was zo leuk om dat helemaal op te mogen zetten. En... Ja, je glimt ervan als je erover praat. Ja, ik ben ook nog toen in die tijd coördinator geweest van die afdeling een aantal jaren. Ja, maar dat was, ik weet nog dat mevrouw Huisman elke dag kwam kijken. Van de oude directeur, de oude directeur, ja. Ja, zij ging natuurlijk ook, zij was ook gespecialiseerd in de financiën van de bibliotheek, dus die was heel blij natuurlijk met die. Ja, zeker. Maar jij, uiteindelijk kijk jij gewoon met veel plezier op je carrière terug. Je kon ook heel veel cursussen doen, dus bijscholingen. Ik heb de muziekwetenschap mogen doen. Die cursussen op het gebied van nieuwe media, managementcursussen. Ja, dat was echt... Ja, je hebt gewoon een mooie tijd gehad. Kan ik weinig anders doen dan je bedanken voor al je inzet voor de ZB en voor de muziekbibliotheek. Ja. En ik hoop dat je een heel fijne pensioen. Het klinkt al een beetje alsof je al zo oud bent, maar. Maar ik wens je een hele fijne tijd toe. Ja, het zal wel lukken. Je komt vast nog wel eens een keer kijken. Oh ja, ik blijf natuurlijk lid van. Kijken of er nog een beetje opvolging is voor jou. Hè? Ja, er komt best een leuke opvolging hoor. Ah, okay, dus dat is iemand die veel van muziek weet en conservatorium heeft. Oh, die is ook extern aangetrokken? Die was ook in het gebouw. Oh, echt waar? Ja. Ja, dan ben ik benieuwd wie dat wordt. Ja. Nou, maar dat horen we vast nog wel. Ja, dat hoor je. Dat merk je natuurlijk nog wel. Ah, oké. Okay. Nou, heel goed. Hey, dankjewel en een fijne dag verder. Ja, jij ook bedankt. Hè?